Tijdens het theaterconcert De Bevers dichtbij heeft John De Bevers zijn goede vriendin en collega Corrie Konings de koningin van het levenslied genoemd. Corrie vindt het een eer dat dit over haar gezegd wordt, maar zelf vindt ze het lastig om te bepalen wie volgens haar de koningin van het levenslied is. In een interview met Party geeft ze aan, ik weet het niet. Iedereen zingt fantastisch en doet het goed. Als ze dan toch iemand moet kiezen, noemt ze Willeke Alberti als mogelijke koningin van het levenslied. Corrie prijst Willeke vanwege haar lange carrière in de muziekindustrie. Echter, bedenkt Corrie zich en gaat nog verder terug in de tijd, maar eigenlijk zou ik nog verder terug willen gaan naar de zangeres Zonder Naam, die echte smartlappen zong en dat geweldig deed, besluit ze. Corrie Konings erkent dus de bijdrage van verschillende artiesten aan het levenslied, maar benadrukt de indrukwekkende carrière van Willeke Alberti en de authentieke smartlappen van de zangeres Zonder Naam.